In deze brouwerij wordt reeds meer dan 300 jaar lambiek gebrouwen. Eerst heette ze het Mollekum, maar in het begin van de 20e eeuw werd de naam gewijzigd in brouwerij Timmermans. Als je lambiek zegt, en zeker als je geuze zegt, dan spreek je over lange tijden van gisten van lageren. Indien men naar de bieren kijkt die op de markt zijn, de pilsbieren, 3 weken om een pilsbier te maken tussen brouwzaal en het ogenblik dat het bier gebotteld wordt en naar de markt gaat. Bieren met hergisting op fles, de gewone bieren met hergisting op fles, de trappistenbieren enzovoort, daar kan men maximaal 1 maand voor rekenen eer het bier naar de markt gaat gaan. Maar voor geuze, daarvoor heb je 3 jaar nodig. Plus de hergisting op fles van de geuze. En die neemt dan nog een paar maanden in beslag. Lambiek is een zeer eenvoudig bier. Het werd destijds geproduceerd op boerderijen. En een boer had geen rijmcultuur, geen koeltechniek, geen roestvrije stalen leidingen enzovoort. Lambiek kan men maken met zeer eenvoudige middelen. Enkel een kookketel, een filterkuip en houten tonnen. En dan zeer eenvoudig, men kan de lambiek in flessen gieten, een stopper op en de natuur doet de rest. Je moet als brouwer respect hebben voor tijd, goed hout en de juiste plaats en het juiste tijdstip. Dus respecteer die zaken en je maakt een perfecte geuze. Veel mensen vragen mij, maar geuze, dat kun je toch overal maken? Lambiek, dat kun je toch overal maken? Dat is niet waar. Er is een proef gebeurd van een vriend van mij die gedoctoreerd heeft en die heeft lambiekwort laten koken en het hier aan de lucht blootgesteld. Hij heeft hetzelfde gedaan in Leuven. En dan ziet men dat men wel spontane gisting heeft, maar men heeft absoluut geen lambiek. Dus de micro-organismen die hier zitten, die zijn specifiek voor deze streek. Er zijn er honderden. De meeste mensen kennen wel de belangrijkste, de Brettanomyces. Maar Brettanomyces die komen gans op het einde. En daarvoor is er een gans reeks geweest van Saccharomyces, Acetobacter, Lactobacillus, noem ze maar op. Een gans reeks geweest. Het is een zeer, zeer complex verhaal, die gisting, waar we nog altijd naar op zoek zijn. En waar ervaring een enorm grote rol speelt. Nadat het wort lang gekookt heeft, gaat het naar het koelschip. De lambiekbrouwerijen zijn de enigen in de brouwerijsector met nog een echt seizoensbier. Er wordt namelijk 's winters gebrouwen omwille van de juiste micro-organismen. Het koelschip is een oude manier van koelen in vele brouwerijen. Maar wat bij de geuze van groot belang is, dat is dat men zal trachten van daar een goede stroom van lucht over te hebben, van winterse lucht. Zodanig dat er geen verrottingsorganismen in zitten, maar dat er de goede micro-organismen in zitten. En gedurende de nacht gaat door die lamellen, die speciaal gericht zijn op dat wortoppervlak, gaat daar de lucht die de micro-organismen met zich meebrengt en die talrijker zijn in de omgeving van de brouwerij, die gaat het leven in dat afkoelende wort brengen. En tegen 's morgens zit dat vol met gisten. En de volgende dag schuimen de tonnen al over van de hevige gisting. Wij willen aansluiten bij de traditie van het Pajottenland. En we willen 3 bieren op de kaart zetten. Lambiek, geuze en kriek. En die willen we volgens de goede receptuur, respect voor tijd, respect voor brouwmethodes, respect voor de tonnen, die willen we maken en willen we aan het Pajottenland schenken. Het Sint-Anna-kerkje van Pede is wereldberoemd geworden omdat het voorkomt op de Parabel van de Blinden van Pieter Breugel de Oude. Deze schilder vond veel inspiratie in deze vallei. Op meerdere van zijn werken komen elementen uit de streek voor. In het Openluchtmuseum staan 19 reproducties van zijn mooiste schilderijen. De Pedemolen is de enige maalvaardige koren-watermolen uit het Pajottenland. Het hoofdgebouw is opgetrokken in baksteen met een bovenslag waterrad. In 1990 werd hij volledig gerestaureerd. Elke tweede en vierde zondag van de maand malen vrijwillige molenaars voor het publiek. Voor meer informatie kan je terecht bij Toerisme Pajottenland.